De streekdracht kent veel ontwikkelingen en is in de afgelopen 100 jaar steeds een beetje veranderd. De dracht is heel rijk in details. Als je vandaag de dag een dame in haar streekdracht tegenkomt, dan heeft zij het volgende aan. Een zwarte borstrok met een bloemmotief in het weefsel en mouwen die reiken tot net over haar ellebogen. Over deze borstrok gaat een katoenen kraplap met een kleurrijk gebloemd motief. Of een kraplap van een zwarte satijn dat voorzien is van staphorsten stipwerk. Met de kleur van het motief, of de kleuren in het stipwerk, communiceert men de rouwgraad voor overleden familieleden. De kraplap sluit ze op haar linkerschouder met haken en ogen en aan de zijkanten door twee banden door twee lussen te halen en deze middenvoor te strikken. Ze draagt een rok van een zwarte of donkerblauwe dikke wol, die in de taille en aan de onderzijde is afgezet met zwart of blauw band. Met name aan de achterkant van de rok is de stof ingerimpeld. De rok wordt dan ook in haar ingestreken plooien opgeborgen om mooi in haar plooi te blijven als de vrouw de rok draagt. Over de rok draagt men een schort dat een gekleurd bovenstukje heeft aan de band. Dit bovenstukje correspondeert met de rouwgraad op haar kraplap. Verder draagt de vrouw een omslagdoek van een geruite stof. Rood wanneer ze uit de rouw is, zwart met blauw als ze in rouwdracht is. Deze omslagdoek wordt diagonaal gevouwen en voorzien van een stuk of 6 plooien en met veiligheidsspelden vastgemaakt op de borstrok. Ze draagt zwarte kniekousen en zwarte schoenen. Op koude dagen draagt de vrouw een blauw gebreid vestje en als het regent draagt ze een zwarte cape en een hoofddoek. Door de week draagt ze op haar hoofd een daagse mutsje, dat wederom voorzien is van stipwerk dat correspondeert met haar rouwgraad. Wanneer de vrouw netjes gekleed is voor een speciale gelegenheid, dan verwisselt ze de muts voor een zwart ondermutsje en draagt ze haar zilveren oorijzer dat twee gouden krullen aan de uiteinden heeft. Op zondag gaat ze nog een stap verder. Dan draagt ze over haar oorijzer ook nog een kanten toefmuts en draagt ze niet één, maar twee rokken. Plus extra grote gespen op haar schoenen. Bij de kerkgang hoort daar ook altijd een Bijbel met zilverwerk bij, die je aan je rechterhand meedraagt als onderdeel van je outfit.